Formule 1 coureur Guido van der Garde is weer even in Nederland. Om precies te zijn op Schiphol. Daar opent hij een nieuwe winkel voor zijn hoofdsponsor. En dat is belangrijk, want zonder sponsoren kom je niet ver in de Formule 1. Ja, het zijn gewoon goede mensen en natuurlijk een mooi merk. Zou je kunnen zeggen dat je zonder deze sponsor nooit de Formule 1 had gehaald? Nou, wie weet. Ik ben blij dat ze me altijd gesteund hebben. Nou ja, we zijn 6 jaar geleden begonnen om Guido aan de hand te nemen. Want in je eentje kom je er niet. Je hebt natuurlijk ook wat financiële middelen nodig. Maar vooral heel veel professionele begeleiding. En die combinatie heeft Van der Garde dit seizoen bij het team van het Zwitserse Sauber gebracht. Hij verruilde zijn racestoeltje bij Caterham voor een plek als testcoureur bij de Zwitserse renstal. Dat was in het begin even slikken. Ja, tuurlijk. Het was natuurlijk wel lastig aan het begin van het seizoen dat je al die jongens ziet racen. Maar aan de andere kant weet je waarvoor het doet. Het is gewoon investeren in de toekomst. En zo zie ik het ook. De Amsterdamse Van der Garde heeft doelbewust een stapje terug gedaan en helpt volgend jaar weer gewoon te racen. Tot nu toe doet hij het goed in de test en is hij zelf sneller dan de racecoureurs van Sauber. Wat zegt dat? Ja, dat je goed bezig bent. Van der Garde zit dus lekker in zijn vel en stiekem is hij al bezig met volgend jaar. Het is dan wel te hopen dat zijn sponsor aanblijft, want zonder geld kom je niet ver in de Formule 1. Het is wel zo dat iedere Formule 1-rijder heden ten dagen ook financiële middelen moet hebben om in de Formule 1 te komen. Vroeger kon je er met wat talent komen. Tegenwoordig heb je ook geld nodig.